Ah, ik vind die zo leuk als je het spel opstart. Pikmin! Goedemiddag iedereen, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe start van een nieuwe Let's Play. Wat je eigenlijk niet van mij had verwacht, want ik had de hint gegeven inderdaad. Je bent een ruimtereiziger, noem maar op. En dat zien we daar allemaal wel in het verhaal. Maar we gaan beginnen met Pikmin. Op de Wii, je hebt zeg maar geen tutorials. Je hebt zeg maar twee verschillende manieren waarop dat je dit spel kan spelen. Je hebt de GameCube versie en je hebt de Wii versie. En ik speel dit op de Wii versie, zodat we dit toch in HD kunnen op... Nee, terug in je mand, terug. Nee, die grap is geweest, fiets, hup, weg. Tot we dit toch in 1080p kunnen opnemen. Dus, vandaar dat we dus zeg maar dit op de Wii spelen. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik ga proberen het uit te leggen hoe dat alles een beetje werkt. Dus, en een beetje het verhaal. Hij gaat eventjes voor mij een hele mooie save maken. Ik doe dit precies hetzelfde als in de Wind Waker en in de Mario games die ik allemaal zeg maar doe. Je hebt dus zeg maar 3 save files. Ik gebruik 1 als de main let's play file. Ik gebruik 2 als de backup file. Mocht er iets mis zijn gegaan met de opnames, waardoor ik een opname opnieuw moet doen. Tot ik niet het hele spel weer opnieuw hoef te doen, maar tot ik altijd een backup file heb na de opnamesessie. Dus dat ik alleen maar 1 opnamesessie opnieuw hoef te doen. En de derde file die heeft een hele speciale functie in dit spel. Aangezien dat er nog iets extra's hierin zit. Dus dan weten jullie een beetje hoe dat gaat werken. Nou, de reden waarom dat ik Pikmin wou gaan doen... is heel erg grappig. Dat wil ik heel eventjes vertellen hier. Ondertussen dat ik hier als een maniak tussen de nieuwe files ga lopen swappen. Pikmin, ik heb dat spel toen ooit gekocht op de GameCube. En ik snapte er helemaal geen ene drol van. En daar heb ik toen in de kast neergezet. En ik heb toen, ik denk zeker 3 jaar niet meer naar omgekeken. Wat eigenlijk heel zonde is, want het is een geweldig spel. En vraag me niet waarom. Ik zou het echt zelf niet meer weten waarom dat ik dat spel toen in één keer heb gekozen. Maar toen heb ik in één keer gedacht van, ik heb dat spel, dan ga ik hem ook spelen ook. Want ik heb het toen gekocht. En toen ben ik het spel gaan spelen, heb ik het toch gewoon geprobeerd. En toen ben ik erachter gekomen hoe dat spel werkte. En ben ik erachter gekomen dat dat toch een hele leuke serie is. Dus ik wil dat met jullie delen. Pikmin is niet zo bekend op Nintendo gebied. Toen de Wii U uitkwam is Pikmin 3 uitgekomen. Dus we hebben 3 Pikmin spellen die we dus zeg maar in ons Pikmin genre hebben. Daarom begin ik ook gewoon met Pikmin 1. Maar het is zo'n leuke serie en ik wil dat gaan delen. Dus we gaan er gewoon mee beginnen. Nieuw verhaal. Ik blijf leuter anders. Kribbelen mijn keel. Pokeball! Oké, sorry. Je bent een ruimtereiziger. En je ruimteschip... wordt geraakt door een meteoriet. Dankjewel, Darkplayer. Ah, graag gedaan. En je strandt... op een onbekende planeet. Goh, dit klinkt als de hint. Mayday, mayday. Dat is beter als een BD. Die Impact Site. Dat is de eerste level waar we automatisch naartoe gaan. Oh, die muziek. Die is gaaf. Ah, een ruimtereiziger die sterretjes ziet. Oké. Okay. Damn. My name is Captain Malamar. While traveling through space, my ship was struck by a meteor. I must have blacked out, and I awoke on the surface on this weird planet. With so many parts lost, the skeletal hull of my beloved dolphin is a painful sight. The engine is gone, I'm stranded. To make matters worse, my atmospheric sensors indicate that this planet's environment contains high level of poisonous oxygen. My life support system can function only for 30 days. If I can't repair the dolphin by then, no, better not think about it. I must find the missing parts. Well, missing ship parts. Dus, welkom bij Pikmin. Je bent dus een kapitein die is gestrand op een onbekend planeetje. Er is een hele rare zuurstof hier. Er zit heel veel gif in de atmosfeer hier. En ons ruimtepak heeft dus zeg maar zuurstof voor 30 dagen. Dus we moeten binnen 30 dagen zien te zorgen dat we ons schip kunnen repareren. Nou, dag 1 is voornamelijk gebaseerd op tutorial. Dus de eerste part, zoals bij elke eerste part van de Let's Play, hebben we dus helaas tot, we dus zeg maar heel erg tutorial zien. Zoals je dus ziet, ik speel dit op de Wii, zoals ik hier al liet zien. Je hebt dus zeg maar deze cursus. Die cursus die wordt later heel erg belangrijk. Maar je bent dus een kapitein. Eventjes een hele korte vertaling van wat ik dus net heb voorgelezen.
We hebben 30 dagen, we missen ship parts en we kunnen nog niet eens wegvliegen omdat we ook nog eens een keer de motor kwijt zijn van ons ship. Dus we hebben een heel erg groot probleem. Nou, je kunt met de Z-knop op je nunchuk kun je dus zeg maar de camera draaien. Je kunt dus hiermee rubben, je kunt fluiten, wat nou nog helemaal nergens op slaat. We hebben ook nog de C-knop die ook helemaal geen functie heeft. Maar het eerste waar we naartoe moeten gaan, volgens mij kan ik hem ook nog niet eventjes op uitzoomen zetten. Wat eigenlijk best wel jammer is. Ja, dat zijn onze menu's. Voordat ik eigenlijk verder ga, wil ik heel eventjes zeggen, ik heb dit spel heel lang niet meer gespeeld. Dus falen is mogelijk. Ik heb niet geoefend van tevoren. Ik dacht bij mijn eigen, ik ken het spel, ik weet hoe het spel werkt. Maar hoe langer dat ik dit spel eigenlijk niet gespeeld heb, hoe leuker dat natuurlijk is. Omdat er dan ook faal kan gebeuren. Maar goed, we willen naar dit rare ding. Hij is zo rood. Wauw. Oh, kijk nou toch eens. A strange thing has appeared before me. I had barely begun my search when it reared up, as it were waiting for me. It then dropped a single seed. What is it? Is it alive? Is it a machine? Is it peanuts? It resembles a vegetable on my home planet that we call an onion. I shall call this an onion too. Nou, dat is heel erg makkelijk, omdat het dus op een ui lijkt, noemen we het maar een ei. Maar goed, hij heeft dus een zaadje uitgeschoten. Het is maandag, hè? Geen zaterdag. Dat is een Minecraft-grap. Kom op, jongens. Oké, nou. The seed that the onion dropped took root in the soil and now produced an adorable little sprout. This sprout emits a strange light and it sways back and forward without the benefit of wind. I cannot help but I think it's calling to me. I am compelled. I must approach it and pull it. Je weet het, ik zeg nooit controls erin. Dus nou, laten we maar eens het plukken. Hallo? Cute! Extraordinary! When I plucked the sprout, it turned out to be a living creature, not a plant. Picking it has done no visible damage. It just stands there, staring at me. Its shape is familiar to the Pickpick brand carrots I love so much. I believe I shall call it a Pikmin. Pickpick carrot, serieus. Here I am, stranded on the toxic planet, fighting to survive, and yet I'm intrigued. I must research this fascinating creature. I shall try to grab it, and I will throw it in the direction I point. And I will call it to my side with my whistle. Perhaps it will react to something as well, pressing something as well, as well, as well. The following controls appear to allow me to do several Wii points. I'm just going to try that out when I'm actually going to talk Dutch again. I have no idea. I must survive. I need to familiarize myself with these controls and my surroundings. Dus, we kunnen dus... Ik denk dat we nou... Juist, nou kunnen we de camera een beetje uitzoomen. Waardoor dat we dus zeg maar meer zien. En we zien dus zeg maar dat hij ons achterna gooit. Nou, zoals dus zeg maar net in de tekst was in het Engels. Ik hou van tutorial zelf te geven. Je kunt hem vasthouden als je op de A-knop drukt. Van je remote. Dan kun je hem dus zeg maar vasthouden. En je kunt hem dus zeg maar gooien op de plek waar dat die pointer naartoe staat. Nou, dan zie je dat hij dus zeg maar zijn kleur een beetje verliest. En dan blijft hij daar zo staan. En door naar hem te fluiten kun je hem dus zeg maar zo oproepen. Nou, met de C-knop zoals net aangekondigd stond. Dat hoeft niet, hè. Ik ben bezig met de tutorials. Dan laat je dus zeg maar de Pikmin die je dus zeg maar op dat moment volgen. Ja, er komen er meer. Dat zal ik zo laten zien. Maar dan kun je die dus zeg maar dismissen. Nou, deze pellets die we hier zien. Die willen we zorgen dat ze die oppakken. Zo slim zijn ze wel. En die brengen ze dan naar hun schip. Ik weet het, jongens. De eerste aflevering is alleen maar tutorial. Sorry. Ik doe mijn best hier. Astonishing! The onion has seen more seeds. The small red pellet the Pikmin harvested after cutting down its flower appears to be some type of food that can propagate more Pikmin. Pikmin. Ik begin nou al bij Pikmin tot ik niet meer uit kan spreken. Zo erg wordt het al. The onion seems to be a sort of a captor. Needless to say, I must study this strange life for more. Ja, nou, dat komt allemaal wel goed. Nou, ondertussen dat die bezig zijn, gebruiken we onze, onze eerste Pikmin gewoon om dat ook eventjes te doen. Dan kunnen we ondertussen even ook wat meer Pikmin planten. En zoals je dus ziet, krijgen we dus zeg maar een mooie... sorry daarvoor. Krijgen we dus zeg maar een mooie meter te zien. De eerste meter die laat zien hoeveel Pikmin dat we bij ons hebben. Dat zijn er 3. De tweede laat zien hoeveel Pikmin dat er op het veld zijn. Dat zijn er op dit moment 5. En de laatste die laat zien hoeveel Pikmin dat we totaal hebben. En dat is op dit moment ook 5. God, wat leuk. Maar ja, het is allemaal belangrijk om dat allemaal te weten dadelijk in de verdere vooruitgang van het spel. En hoe dichter dat je bij de onion komt, hoe
druppelongeluk op zee, mijn fout. Hoe belangrijk, zeg maar, dat wordt dadelijk heel erg belangrijk om dat allemaal, zeg maar, zo te weten. Nou weet ik dat er hier een 5 pallet ligt, dat is hier. En het grappige is van die pallet, weet je, ik denk dat ik eerst jou eventjes ga vragen. En dan gaan jullie alvast even hier naartoe, we kunnen er nog heel erg weinig mee. En we zien daarachter, daar zien we iets. Ik denk dat jullie dat daarachter ook wel kunnen zien. Dat lijkt wel op een onderdeel van mijn schip, dus misschien is het toch handig om daar heel eventjes naartoe te gaan. Oké, heel eventjes die pallet, kom op. Werk sneller! Oké, sorry. Probeer jullie hier te helpen, ja? Dus hoe meer vriendjes en vriendinnetjes je later hebt. Al de vriendjes en vriendinnetjes. Nou, hebben die Pikmin geroepen. Daar hebben we daar 5 Pikmin voor nodig. Hoppakee! Nou, ondertussen dat die daar... Zoals je ziet, het is dus, zeg maar, een beetje een strategiespel. Want je krijgt dus, zeg maar, na een tijdje veel meer Pikmin. We hebben op dit moment hebben we er al 7. Nou, ondertussen dat die twee daar bezig zijn, denk ik niet dat we hier nog een andere... Of ligt dat nou aan mij? Want ik weet... Dat hierboven, juist, daarboven, daar ligt er nog eentje. Ondertussen zijn die anderen, die hebben... Dan krijgen we dadelijk zo'n mel... Jongens, kom op. Niet zo vervelend wezen, hè? Voller... Struikelde jij nou serieus over een klein heuveltje? Slecht, hoor. Echt heel slecht. Nou, dan komen we daarbij. En die pakt dan eventjes die pallet. En deze eerste dag, die is oneindig, zoals je dus zeg maar ziet. Totdat je dus je achievement hebt gedaan die je dus zou moeten doen. En om een beetje te leren hoe dat Pikmin werkt, omdat later dan gaat het dus zeg maar wel op tijd. Want ja, natuurlijk, een dag is niet voor eeuwig. Nou, we hebben al ondertussen dan 11 Pikmin bij ons. Die andere die is daar die pallet aan het doen. En we zien hier een hele grote doos met 10. En daar kunnen we die Pikmin naartoe sturen. En door de kracht van 10 Pikmin kunnen ze die doos aan de kant schuiven. Wat dus eigenlijk heel erg handig is. The Pikmin are so curious as children. They form groups to perform tasks that would be impossible for an individual. For an alleenstaander. A glimmer of hope has begun to shine in my heart. If I can make use of their skills, perhaps I can fix my ship. I shall sum up all I've learned of Pikmin conduct. Ja, en dat leg ik zelf allemaal wel uit. Als je dus zeg maar op pijltje beneden drukt op je Wiimote, dan kun je ze dus zeg maar sturen naar een bepaalde plek toe. Dus dat deed ik net ook al, alleen dat had ik helaas nog niet uitgelegd. Nou, we hebben hier dus zeg maar ook iets liggen. Hele blije muziek. Amazing! Look at this amazing... Oké, sorry, ik zal geen Steve Irwin impression doen, daar ben ik heel slecht in. There's no mistaking it. My ship engine rests before my very eyes. By a stroke of pure luck, I have already stumbled upon the most important piece of my damaged craft. Fate has smiled upon me. But how will I get it back to the dolphin? Ja, dat is inderdaad nogal een beetje lastig, want je bent zelf behoorlijk klein. Als je dus zeg maar de GameCube-versie of de Wii U-versie... of de Wii U-versie, om mij nou... Als je dus zeg maar de GameCube-versie hebt of de Wii-versie... Olimar die kun je vergelijken met de grootte van een... laat ik zeggen een 10 eurocent muntje. Dat zou ik heel erg voorzichtig zeggen, want... daarmee stond dus zeg maar in de handleiding dat je ze daarmee ongeveer zeg maar mee kon vergelijken. Dus dat is handig als je die even een beetje die kant op duwt. Nou, we hebben de 5 daarvoor nodig. Daarachter kunnen we nog helemaal niks doen. Dus dat wil zeggen dat we hier later nog naartoe moeten komen. En ik weet het, het ziet er nou een beetje boring uit. Maar de volgende dag die brengt veel meer met zich mee. Nou, volgens mij kun je de eerste dag kun je iets van 20 of 25 Pikmin vinden. Aangezien dat de eerste dag echt gebaseerd is op de tutorial. Omdat je dus zeg maar heel erg veel strategisch moet gaan denken. Dus ik vind het echt heel erg leuk om dat te mogen doen. Dus volgens mij waren het echt 25. Oké, we hebben er 18 op dit moment. Die eerste die is er al aangekomen. En die brengt 20. En dat zal dan 25 zijn of zo. Iets in die trend. Ik denk het. Dus... Ja, dan zijn ze inactief, dat heb ik al uitgelegd. Je hoeft me niet de hele tijd te onderbreken, spel. Ik ben goed bezig nou met alles uit te leggen, dus niet zo zeuren tegen mij, ja? Nou, we hebben op dit moment dus 20 Pikmin, 2 die zitten nog ondergronds, 5 die zitten daar, dus dat telt netjes op 20. Dat komt alleen maar goed uit. Nou, dan pakken we deze er heel eventjes bij. Hoppakee. En dan krijgen we die 5 pallet, nou, die laten dus 5 vallen. Wat eigenlijk best wel heel erg handig is. Dan moeten we heel eventjes wachten tot die 5 eventjes gegroeid zijn. Zodat we die ook kunnen plukken. Ik vind het wel leuk, want we hebben een heel leger van Pikmin achter ons aan. Heerlijk. En geloof me, het is niet alleen maar plukken en zoeken hoor. Het wordt nog gevaarlijk. Dus veel content.
Wat ik voor deze Let's Play van plan ben, zoals je dus weet, het is een dagensysteem. En wat ik van plan ben is, elke aflevering wordt dus één dag. En ik wil zeker ook de maker van de thumbnail bedanken, dat is Old Ways to Gaming. Die heeft voor mij dus zeg maar de thumbnail gemaakt voor de afleveringen. Dus daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Nou, zoals je dus zeg maar ziet, je hebt dus zeg maar bij dit shitpart zie je dus zeg maar... je ziet dat er 20 bovenin staat en je ziet onder 25. Dat wil zeggen, je hebt 20 Pikmin nodig of 20... Ik zou gewoon 20 Pikmin heb je nodig om te kunnen tillen. En op dit moment tillen 25 Pikmin het voorwerp wat we dus zeg maar willen brengen. Maar ja, dat is onze engine. En onze vraag werd dus nou in één keer geantwoord. Hoe krijgen we dit in godsnaam bij onze schip? Heel erg simpel. Een ship part die kun je dus door Pikmin laten oppakken. Omdat wij helpen de Pikmin met meer Pikmin te laten sprouten. Oftewel tot we dus zeg maar kunnen overleven tot we meer Pikmin krijgen. Tot hun dus zeg maar een grote familie kunnen krijgen. En hun helpen ons daarvoor in return. Om ons schip dus zeg maar proberen te herstellen. Nou, hoe werkt dat precies? Hebben we schroevendraaier nodig? Hebben we een sleutel nodig of zo? Weet ik veel wat? Nee, het gaat allemaal met magie. Het schip absorbeert het part en... automatisch is helemaal functioneel weer op onze schip. Het ziet er nog steeds uit als rommel. Ach ja, dat maakt niet uit. Oh, glorious! With the help of these Pikmin, I have taken a huge step back towards home. My ship can once again lift off. The glimmer of my hope is beginning to burn more brightly. But what has become of the remaining parts? That search starts tomorrow. Zoals ik al zei, waar zijn de andere parts? Daar gaan we morgen mee beginnen. Als je dit gedaan hebt, automatisch de dag eindigt. Je kunt 's avonds niet rondlopen in een level of iets. Omdat 's avonds is dit planeetje heel erg gevaarlijk. Zoals je ziet, Pikmin gaan automatisch die je bij je had, gaan automatisch terug naar hun onion, naar hun ui. En staan daar dus veilig. Olimar die gaat naar zijn schip toe. En daar hoeven we ons dus geen zorgen over te maken. En Olimar gaat de lucht in. Waardoor dat ze dus zeg maar de nacht kunnen overleven. Hier komt het punt. Nee, ik ben te snel. Hier komt het punt nog niet. Olimar moet het nog eerst even uitleggen. Dus Olimar, ga je gang. One day since impact. I have somehow managed to launch the dolphin. But I was surprised to see the onion lift off with me. Perhaps the Pikmin cannot survive overnight on the planet's surface. Or have they merely decided to join me for other reasons? Either way, it seems they will help me again tomorrow. The dolphin is missing 29 parts. If I can't recover them all, I may never return home to my family on planet Hokotate. Analyzing shows life support system will function for only 29 more days. How can I repair my dolphin in such a short time? A dense forest is visible on the surface below, as it holds the key to my survival. I'll name it the Forest of Hope. I'll explore it tomorrow. Zoals je dus ziet, je hebt dus 29 parts die we dus nog moeten gaan halen. Hier krijgen we dus zeg maar te zien hoe dat onze population van de Pikmin bezig zijn geweest. We hebben een rode lijn die laat zien dat er 25 Pikmin van 0 naar 25 zijn gegaan. We zijn er geen kwijtgeraakt in gevecht, omdat er is nog helemaal geen manier om gevecht kwijt te, of in gevecht te komen. En we zijn er 0 achtergelaten, omdat dit automatisch eindigt. Heel erg belangrijk. Nou, ik doe dit netjes even 7 op file 1... En wat ik dus ga laten zien is, we krijgen dus nou de World Selection Map. En we zien dus precies hoeveel Pikmin, of hoeveel parts dat we hebben. 1 van de 30, we hebben 25 Pikmin. En hier zijn we geweest en we zien aan de sterren hoeveel parts dat we daar kunnen vinden. Dus in die area, daar hebben we dus zeg maar nog een andere part die we kunnen vinden. Op dit moment nog niet, dat komt later pas. En hier hebben we er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier kunnen we 8 parts vinden. Dus daar gaan we naar de volgende aflevering naartoe. Nou ga ik jullie ook voordat ik deze aflevering ga sluiten heel eventjes een klein geheimje vertellen waarvoor dat de derde save-file is. Er zijn namelijk 3 verschillende eindes aan dit spel. Je kunt het spel 100% uitspelen waar deze Let's Play zich op gaat focussen. Door alle parts te verzamelen. Je hebt een goed einde waardoor dat je alle required parts nodig hebt. Volgens mij waren dat 25 parts. Editor zet hier eventjes een tekstje neer als ik me daarin vergis. Maar volgens mij waren het 25 parts. Die je nodig hebt voor het goede, of voor het normale einde. Niet het goede einde. Het goede einde, dat is als je alle parts hebt. En dan heb je ook nog het slechte einde. Dat zeg maar ervoor zorgt dat als je dus zeg maar minder als die 25 parts hebt, dan krijg je het slechte einde. En in deze Let's Play wil ik jullie al die eindes laten zien. Maar dat is natuurlijk pas op het einde van deze Let's Play. Dus ik hoop jullie morgen allemaal te zien in de nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin.
En dan gaan we dus kijken wat dit spel nog meer te bieden heeft, want er zit nog veel meer in. Dit was alleen maar een tutorial, sorry daarvoor. Maar ja, dat is altijd bij part 1. Dus morgen zie ik jullie in dag 1. Dag 2. Ik dank jullie voor het kijken. Ja, ik heb moeilijk vragen wat jullie van tot nu toe van deze Let's Play vinden, want het is alleen maar tutorial geweest. Dus zonder op het hout, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Heb je toch een leukste momentje, laat weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie morgen te zien bij dag 2. Dit was Zelda Play 20. Tot dan. Doei!